Welkom bij een nieuwe video van de reeks Hoe helpt digitalisering de energietransitie? Vandaag spreek ik mijn collega Raymond over het onderwerp BIM in de engineeringfase. Hoe gebruik je BIM als engineer? In de gehele ontwerpfase maken we hier gebruik van door 3D-modellen op te zetten en de situatie uit te zetten. Hierdoor kunnen we zien of verschillende delen op elkaar aansluiten en wat we voornamelijk toepassen voor hoogspanningstations. Waarom is het zo voordelig om BIM in te zetten tijdens de ontwerpfase? Nou, door het gebruiken van 3D-modellen kunnen wij inzichtelijk maken hoe de nieuwe situatie op de bestaande situatie gaat aansluiten. Nou, als wij dan problemen detecteren, kunnen we hier beheersmaatregelen voor opstellen en hierdoor kunnen we clashes in de uitvoering voorkomen. Zijn er nog andere voordelen aan verbonden? Door het opzetten van gestandardiseerde modellen is het mogelijk om met verschillende partijen gemakkelijk samen te werken. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende data aan een BIM-model te koppelen, zoals tijd, kosten of ontwerpwijze. Zo creëer je telkens meer dimensies in je model en staat data centraal voor alle partijen. Dit betekent dat je niet alleen een 3D-model hebt, maar ook een 4D en een 5D. Dit heeft voordelen in de uitvoering ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en maakbaarheid. Je kunt niet zomaar starten met een BIM-ontwerp. Je wilt namelijk met meerdere partijen samenwerken ten aanzien van 3D bijvoorbeeld. En daarvoor wil je conform een open standaard werken. Zo hef je data boven de systemen en kan dus elke partij met een eigen systeem werken. We hebben het nu gehad over BIM in de ontwerpfase. In de volgende video nemen we jullie mee ten aanzien van BIM in de uitvoeringsfase. Om op de hoogte te blijven, volg ons LinkedIn-kanaal.